Zeg roodkapje, waar ga je heen? Zo alleen, zo alleen. Zeg roodkapje, waar ga je heen? Zo alleen. Sprookjesbewerkingen zijn bij een breed publiek minder goed bekend. Het geheim van de Keel van de Nachtegaal van Peter Verhelst en Karel Kneut is daar een uitzondering op, omdat het nu zoveel literaire prijzen heeft gewonnen. Maar er zijn daar heel veel onontdekte literaire pareltjes. En in de tentoonstelling proberen we die op een ludieke manier onder de aandacht te brengen. Ik denk dat de kracht van die bewerkingen ligt in het uitspelen van het nieuwe tegenover het oude, zodat je ook het oude op een andere manier gaat bekijken. De sprookjes die vandaag het bekendst zijn, dat zijn de versies van Disney en de supermarktboeken enzovoort. Dat zijn eigenlijk heel verkinderlijkte versies van sprookjes. Die zijn eigenlijk ook vaak gecensureerd. Nu, dat is niet alleen iets wat Disney heeft gedaan, dat is al iets wat de gebroeders Grimm ook hebben gedaan. Ook Roodkapje bijvoorbeeld kennen wij vooral in de versie van Grimm. En dat is een versie die heel positief eindigt, want Roodkapje wordt wel opgegeten, maar ze wordt gered door de jager. Nu, de versie van Charles Perrault is veel ouder. Die stamt van eind 17e eeuw. Dat is eigenlijk min of meer hetzelfde verhaal. Alleen wordt Roodkapje niet gered. Dus ze sterft in de buik van de wolf. En Charles Perrault voegt daar dan een moraal aan toe die Roodkapje ook nog eens de schuld geeft van haar eigen dood. Dus die moraal zegt van kijk, dit is een meisje dat zich heeft laten verleiden. He, de wolf is daar niet alleen een wolf, maar ook wel een beetje een verleider, een man die dat meisje in de val heeft gelokt. En voor haar is er dus geen gelukkig einde, ze sterft. Ik ben Sarah Dijkmans en ik zit hier in Hasselt op een echt peperkoekenbed. We spelen hier een voorstelling van 20 minuten, het peperkoekenbed. Catharina Smet speelt de voorstelling. Er zit een filmpje in. We hebben een kinderversie en een volwassen versie. De kinderen is vanaf 8 jaar en de volwassen versie vanaf 16 jaar. En de kinderversie is gecensureerd, zoals vaak ook sprookjes vroeger voor volwassenen waren, maar naar de kinderen toe dan weer gecensureerd worden of op een andere manier verteld. In de 16-plus versie ligt de klemtoon veel meer op de erotiek tussen Roodkapje en de wolf. Je hebt daar associaties mee met Roodkapje en de wolf. En voor mij spreekt dat ook. Ik ben dan benieuwd, ook als volwassenen er naar komen kijken, in hoeverre dat nog aanwezig is in hun. En in hoeverre dat je dat dan kan triggeren door geluid en geuren en beelden te geven in een heel intieme sfeer. En ergens zo iets aan te spreken waar de meeste mensen niet mee bezig zijn. Zo het eigenlijk een beetje het onderbewuste ook een beetje aan te spreken, die archetypes daarin. En ook een beetje spelen en vooral reageren tegen de clichés die we eigenlijk hebben meegekregen in die sprookjes, waarin dat altijd de meisjes waren die het onderspit delfden. Dus ja.